Dekkers, goeiedag. Momenteel gaande in Suriname is de ACS-conferentie, waarbij er heel wat presentaties worden verzorgd. Een van de presentatoren of inleiders op de ACS-conferentie is professor Naipaul. En u zult dan ongetwijfeld weten waarover de professor heeft gesproken. Maar het is goed als we hem zelf aan het woord laten. Professor Naipaul, welkom in ons programma. Hartelijk dank. Ja. U heeft een inleiding verzorgd tijdens de ACS-conferentie over mangroven. Misschien kunt u daarop dieper ingaan. Even te lang. Inderdaad, ik ben uitgenodigd geweest om een presentatie te doen over mangroven. Het gaat om de ervaringen die tot op dit ogenblik gedaan is. En hoe je dat ziet verder. Dus meer focus op rehabilitatie. Ik heb dus dat geprobeerd te uiten door middel van de foto's die ik over het algemeen heb, de indrukken, maar ook probeer uit te leggen hoe het in elkaar zit. Ik heb geprobeerd aan te geven dat wij te maken hebben met een laagliggende kustlijn. En wat dat betekent, dat de kustlijn van ons gevormd is bij verschillende, in verschillende tijden, bij verschillende zeespiegels. Dus als in het verleden de zeespiegel laag was, dan is onze kustvlakte gebouwd, opgebouwd tijdens die periode. Dus ook laag. Als nu zeespiegelstijging toeneemt en de zeespiegel is hoger, dan betekent dat ook de kust op een hoger niveau wordt afgezet. Ja. Met als gevolg dat die achterland lager ligt. Dus een wetland is. Ja. Een lager gedeelte. Ik probeer daar uit te leggen. Omdat wanneer het water overtopt, de bank overheen stroomt, dat het water binnenkomt en dan blijft hangen. Uh-huh. En dan moet je wel weten van wat voor type mangroven daarvoor komen. We hebben te maken met drie variëteiten die hier voorkomt in Suriname. De parwa, wat we noemen, de zwarte mangroven of Avicennia jaminansis. Die hebben dus ademwortels, die van de bodem naar boven komen. Je hebt ook de rode mangroven, dat noemen we de mangro. Sorry. Oftewel dus Rhizophora mangle. Die heeft dus luchtwortels, wortels die van boven naar beneden komen. En dan hebben we dus de witte mangroven, de akira zoals we hier noemen. Daarvan zie je de wortels niet, maar de bladeren die zijn anders, kan je goed herkennen. Maar het gaat erom dat wanneer parwa wortels onder water komen te staan of bedolven raken onder modder als gevolg van te veel aan sedimenten of te lang het onder water staat, dan gaat hij ook dood. Ja. En dus zo heb je pannenvormingen, zo heb je bepaalde gedeelten onder water loopt. En dat wanneer dat water nu op een of andere manier weer de weg vindt naar de zee toe, dan erodeert alles in feite. Dan gaat dat gedeelte achteruit. En daar heb je weinig biodiversiteit, want daar heb je weinig vissen, je hebt weinig garnalen, noem maar op. En dan komen weinig vogels ook. Dus dat systeem degradeert als het ware, dus ook qua biodiversiteit. De verband probeer ik uit te leggen. Ja. En hoe rehabiliteer je die gebieden? Op bepaalde gebieden is het makkelijker, want dan ben je binnen. Je bent niet aan zee, want de kustvlakte van Suriname, de kustlijn, die kijkt uit naar de open zee. En dat is dus duizenden kilometers. Dus wanneer wind waait of de golven komen, die komen ongehinderd aan de kustlijn. Dus klimaatverandering, hevige winden enzovoort, die zorgen voor een catastrofe. Ik heb proberen aan te geven dat er een cycli is van modderbankbewegingen. Wanneer je een modderbank hebt, dan heb je dus daar ook een wilde groei van mangroven. Omdat hij net boven het hoogste waterniveau is in feite. Dus gemiddeld hoogwater staat hij. En dan kunnen de mangroven makkelijk daarop groeien. Maar wanneer dat voorbij is, dan heb je dus erosie. En dan kan het ook lang duren en dan kan je ook heel veel verlies hebben. Dus de mangroven die heeft ook een beweging. Wanneer de modderbank is, dan groeit hij naar de kust toe, naar de zee toe. Wanneer de modderbank weg is, dan trekt hij een beetje terug. En deze beweging wordt in feite verstoord op locaties waar je een infrastructuur hebt, waar je een dijk hebt, waar je een dam hebt, waar je een kanaal hebt aangelegd, dan kan dus de beweging van mangroven naar het zuiden toe worden beperkt.
En als de erosie doorzet, dan verdwijnt mangroof. Ja. Rehabiliteer daarin is dan moeilijk. Dan moet je proberen nieuwe technieken te bouwen, zoals we hier bij Weg naar Zee proberen te doen, met houten doorlaatbare dammen op te werpen, zodat je dus wat modder kan opvangen. Pas dan komt mangroof erop. Ik heb laten zien in de presentatie ook onze efforts, onze pogingen om dat te doen. Tot een zekere zin is hij geslaagd en daarna gaat hij weer achteruit. En dan moet je dus blijven nagaan van wat de problemen in feite zijn. Hoe ga je hier eruit? Ik heb laten zien, dezelfde techniek hebben we toegepast bij Biggie Pan. En we hebben gezien dat dat heel goed werkt en tot nu toe geslaagd is. En dan heb je heel veel. Dus het is afhankelijk van de locatie, heb ik aangegeven. Wat je precies zou moeten doen en hoe je moet doen om een succesverhaal te hebben van mangroverhabilitatie. En waar je nog meer verder moet gaan nakijken, bestuderen en begrijpen hoe het mechanisme eruit ziet. Maar tegelijkertijd heb ik aangegeven ook dat vanwege de te dichtbij aankomen van de kust, dat wanneer de mangrove geen ruimte meer heeft om zich te bewegen terug, dat hij dus aankomt tegen een infrastructuur, tegen een muur, bij zo'n praten, en dat hij verdwijnt. En dan heb je een heel groot probleem. Dus dat waren dus ongeveer de focus, het nadruk wat ik probeerde aan te geven. En inderdaad aangeven dus dat we hieruit heel veel lessen kunnen halen, maar tegelijkertijd ook kunnen sharen en kijken naar wat de anderen in feite doen om mangroven te redden. Want ons mangrovenzone, dat is ook een voedingsplaats, een rustplaats voor de vogels die trekken op en neer. Het is ook een bron voor de vele vissen die hun een of meerdere delen van hun leven daardoor brengen. Ja. Het is bijzonder belangrijk voor ons. Ik praat niet over carbon credits, ik praat niet over de bescherming alleen maar het is een totaliteit. Dus vandaar het bijzonder belangrijk is om dat te behouden. Ik heb ook geprobeerd aan te geven dat het is niet alleen maar beschermen van de mangroven door wet en regels uit te schrijven, maar het is belangrijk ook fysiek te beschermen. Als je nu ziet dat van nature mangroven zich groeit en daarna gaat volgt de erosie, wat doe je, wat voor technieken heb je om datgene wat nu daar is te beschermen? Hoe ga je dat doen? Ja. Zijn er technieken voor? Moeten we niet nadenken over innovatieve technieken, nieuw bedenken van hoe je moet aanpakken. Dus dat waren de highlights. Ja. Die ik heb nou, Suriname is een van de risicolanden, zeg maar, wat betreft het gevaar van zeespiegelstijging. Hebben de landen binnen ACS ook daar last van? En hoe heeft men gereageerd op wat u aan alternatief hebt geboden? Te beginnen bij het laatste, er was weinig ruimte om vragen te stellen, dus okay. Er zijn geen ruimte geboden daarvoor. Maar alle landen in de wereld die te maken hebben met die aangrenzen bij de zee, hebben te maken met de verandering in de zee, met zeespiegelstijging. Ja. En ze begrijpen best, vooral de Caribische eilanden, dat mangroven een belangrijke bescherming is tegen de stormen die komen. Die breken die en die verzwakken de stormen, waardoor ze dus toch minder schade krijgen, goed uit of keert. Dus als ze mangroven niet hebben, dan is de schade nog groter. Dus het is belangrijk om mangroven te hebben en te begrijpen op welke manier je mangroven kan uitbreiden waar mogelijk en waar je mogelijk kan beplanten als het nodig is en hoe te beschermen. Want het mangroven beschermt jou, dus je moet proberen ook te kijken op welke manier je dat doet. Dus tegen die achtergrond proberen ze daarin efforts te doen. Er was een andere organisatie bij, WIF, het is World Few International Forum, sorry, ik weet niet precies, maar ja. WIF. En die heeft ook gepresenteerd en die hebben dus ervaring opgebouwd in Myanmar. Ze zijn bezig in Indonesië, in andere delen van de wereld. En ze willen graag ook nu hun bijdrage leveren in het Caribisch gebied. Zij gaan ervan uit en ze hebben duidelijk aangegeven dat onze
rehabilitatie bijna 100% is. Dus dat komt goed aan, dus dan kan ik goed even leren van hun hoe ga je doen. Want mangroven is op zich een van de, misschien de belangrijkste. Ja, dus in de wereld wat betreft de opvang van CO2, wat betreft het leven daarin. Dus het is behoud ervan bijzonder belangrijk. Die techniek die u toepast, bent u de enige in de wereld die zo'n systeem hanteert? Nee, denk ik. Ik ben niet de enige. Ik heb ook gezien. Het is houten doorlaatbare dammen. En bestaat uit wallabapalen, twee rijen. En daartussen zetten we dus, in dit geval bij ons in Suriname, bamboes. Omdat die makkelijk te vinden is en ook heel snel opgebouwd kan worden. Maar bijvoorbeeld Nederland gebruikt rijsthout. Het zijn heel dunne takken die gebonden worden en ook daarin gezet worden. Indonesië gebruikt ander materiaal om dat te doen. Het gaat erom dat wanneer de golven komen, dat die een deel afbreken, maar ook het water doorheen kan gaan, waardoor wanneer het water terugkomt, dat het sediment in feite bezinkt achterop. En op die manier dus weer opbouwt. Maar als het water schoon is, dan heb je ook geen sediment in. Ja. Dus het water moet sediment bevatten om sediment af te kunnen zetten. Want het sediment wordt afgezet wanneer het water rustig is. Niet wanneer het water een beetje troebel is. Want we hebben te maken hier met heel fijn sediment. Klei is een heel fijn sediment dat uit het Amazonegebied komt. Dus wanneer het water helemaal rustig is, dan bezinkt die heel snel. En dan kan daarop op de duur mangroven groeien. Want bij springtij, dan is het waterstand erg hoog. Dan kunnen de afzettingen op een hoger niveau plaatsvinden. Ja. Wanneer het een kwartier wordt, hè, dus de halve maan, dan komt het water daar niet meer. Mm-hmm. En als bij hoogwater, bij springtij, een mangrovenzaad daar achter blijft, dan kan hij ook snel groeien, want de mangrovenzaadjes groeien al in de bomen. Die geven de ontkiem al daar. Dus binnen 14 dagen, dus tussen volle maan of nieuwe maan, binnen 14 dagen kunnen ze heel snel groeien. En dan hebben ze hun wortel in feite in de grond, waardoor bij, als er geen golven komen, dat ze kunnen overleven. Maar als er golven komen, dan worden ze weer ontworteld. Dus het is een proces dat goed in de gaten moet worden gehouden, wat je doet en hoe je moet doen. Dus vandaar belangrijk is ook om goede nurseries te hebben, waarvan je weet van deze boompjes, deze plantjes kunnen we daar planten, die zullen overleven de kleine veranderingen die plaatsvinden. Nou, een beetje pessimistisch bekeken. Stel de mangroven techniek helpt niet, moeten we denken richting het bouwen van een dijk, dam? Is dat het? Ja, als mangroven niet helpt, inderdaad. Ik heb aangegeven wanneer het mangroven helemaal weg is. Ja. En je komt aan tegen een dijk, tegen een infrastructuur. Ja. Het kan zijn aardedam, het kan zijn whatever. Dat de mangroven niet verder kan omdat de mens daar aangekomen is. Dan zal je anders moeten kijken naar andere oplossingen. Alle oplossingen die je op tafel gaat leggen, die hebben een geldteken voorop staan. Ja. Ja, dus je moet dat goed in de gaten houden. En kijken op welke manier je anders kan doen. Als de golven een probleem zijn, dan misschien moet je denken, hoe kan je de golven afbreken? Hoe kan je de golven bedaren? Als er geen modder komt, dan moet je even denken van, hoe kunnen we misschien modder brengen? Misschien denk je van, die dingen zijn erg moeilijk en geloof er niet. En noem maar op, we gaan dijken bouwen. Dan moet je ook denken van, als een dijk nu voor 50, 75 jaar geldt, dan moet je ook denken van, wat ga ik doen wanneer het water nog met een meter gestegen is. Ja. En dan moet je ook denken van, hoe ga je dat onderhouden? Al die technieken. En dan blijft het zo dat je op één ding gaat focussen, de andere gaat verlaten. Dus misschien moet je dijk ook verlengen. Oh. En moet je allemaal nagaan dat eenmaal gedaan, zulke dingetjes, gaat de eeuwig in. Ja. Begrijp je? Dus het is goed nadenken van wat we gaan doen, want zeespiegelstijging gaat niet stoppen de komende 100 jaar. Misschien voor 200 jaar ook nog niet. Uh-huh. Dus we zullen te maken krijgen met
steeds erger wordende situatie. Dan heb ik duidelijk aangegeven dat we aan de open zee staan. We krijgen wind van duizenden kilometers binnen. Ja. De golven ook op die manier. Maar als we dus nu kennis in feite verzamelen, vergaren en nieuwe technieken bedenken hoe we de mangroven kunnen bijdoen en de modderbanken kunnen creëren, als er niet is, dan heb je te maken met een hele hoop andere bijkomstigheden, bij zo'n praten, die voor ons zo belangrijk is. Ja, bijvoorbeeld de visserij. Voor ons belangrijk is ook een deel van de kustvlakte dat ten goede komt voor biodiversiteit. Ja, ik wil nog CO2 en carbon achterlaten, want dat is sowieso belangrijk. Maar om aan te kunnen geven dat we daarvan kunnen leven. Dus je moet wel weten als je een dijk bouwt, wat voor effect je hebt. Ja. Wat je gaat hebben op den duur. We kijken naar een keer, nu is een dijk gebouwd bij Coroni. Coroni heeft dus nu een modderbank aankomen met geweldig groot en geweldig begroeiing van mangroven erop. Uh-huh. Als dat nu voorbij is en we zijn niet in staat geweest om dat te behouden, dan heb je een situatie waar geen mangroven meer zal komen waarschijnlijk. Maar dat is gebeurd bij Nikiri, het kan ook hier gebeurd zijn. Maar het gaat erom dat je technieken moet bedenken, innovatieve technieken, nieuwe, makkelijke, uitvoerbare, van hoe bescherm je dat. En dan zou je in de eentje weliswaar misschien kunnen doen, maar vandaar dat deze conferenties bijzonder belangrijk zijn, om van elkaar te leren en te vertellen van dit is het probleem bij ons, hoe zie je dat? Ja. Ja, is er een andere mogelijkheid? Niet. Want dijken betekenen inderdaad dat je bescherming krijgt, dat je land niet meer verloren gaat. Maar betekent anderzijds ook heel veel onkosten. En voor eeuwig ga je moeten betalen. Ja. En het geeft je maar niets. Behalve protectie, behalve bescherming. Ja. En als er steeds meer mensen achter de dijk komen wonen, dan ga je dijk nog beter moeten beschermen. Want als dat nu breekt, dan heb je nog meer van verliezen. Ja. Dus het is goed nadenken wat we moeten gaan doen en welke richting moeten we gaan. Vandaar het belangrijk is dat op een grote schaal het plaatsvindt. Dat iedereen in feite meedoet en meedenkt en begrijpt waarop het gaat. Het is niet zomaar een keuze maken op basis van emoties of op basis van anderen. Maar goed onderbouwen en kijken hoe je dat als land zelf kan uitvoeren of kan implementeren, whatever. Maar dat je dus niet afhankelijk bent. Want één kilometer dijk, die kost miljoenen. Die kost miljoenen. Nu, onderhoud heb ik gelaten. Als je na 50, 75 jaar moet gaan ophogen, verbreden, wordt nog duurder. En dat geld moet van ergens komen. Dan praat ik niet over één kilometer, maar we praten over tientallen kilometer die je moet gaan bouwen. Dus dat is een vraag. Vandaar dat ik zeg, als je te dicht bij de kust bent, dan weten we dat we zelf problemen zoeken, want dan heb je dus de mangroven die flexibiliteit niet gelaten. Ja, dus de kust van ons is een dynamische kust. In het verleden hebben we gehoord over de wilde kust. Ja. Maar het is omdat de modderbanken bewegen. En daarmee beweegt ook de mangroven. Als nu de mangrovenbeweging wordt aan banden gelegd door onze aanleggen van infrastructuur en de mangroven kan niet meer vanuit erosie plaatsvinden, dan hebben we een situatie gecreëerd waarbij we dus niet moeten inkomen. En misschien is de dijk de enige oplossing dan. Maar dan moet je weten wat voor tol je gaat betalen. Dus als land zouden we ons beleid ook moeten we het beleid meer laten focussen op dit soort zaken, zoals klimaatsverandering, kustbescherming. Ik zou zeggen van, wij weten het. We hebben gezien dat in het verleden we geen problemen hebben. Tot de dag van vandaag hebben we geen probleem met Paramaribo Noord, omdat Paramaribo Noord nu nog heel veel mangroven heeft. Ja. De vraag is, moeten we ze ook blijven aankijken? Of gaan we nadenken hoe we de mangroven kunnen beschermen? Of gaan we zeggen van, jongens, laat het maar verkavelen door en laat mangroven weg en noem maar op en we gaan toch een dijk bouwen. Het is de keuze die we doen. Maar je moet wel denken dat de dijk zal worden betaald door alle anderen die ook niet daar wonen. Ja. Het is niet voor de mensen, maar daar is voor heel land. Dus dan moet je even goed nadenken wat we aan het doen zijn.
Ik zou willen zeggen van luister, er moeten heel goede wetten en regels komen die regelt dat je niet te dicht bij de kust moet komen. Dat de mangrove een zone nodig heeft. Een rode lijn. Een, ja, noem maar dat. Ja. En dat je dus ook moet bedenken op welke manier, welke technieken zijn om de mangrove waar ze misschien doodgaan te beplanten en te herstellen. Ja. Zodanig dat het beheersbaar wordt voor door iedereen. En dat we daarvan gebruik kunnen maken. Ruimtelijke ordening is bijzonder belangrijk. En we hebben een ministerie dat in staat is dat te doen, of de regels in feite. We weten dat er in het parlement onlangs ook milieuwetten zijn aangenomen. En dat is de raamwet. Hè. Dus je moet ook nu de organieke wetten in feite aannemen. Bijvoorbeeld de kustwet, de mangrovenwet. Ik weet wat je allemaal moet doen. Maar moet ervoor zorgen dat de mangroven behouden blijft. Behouden blijft. Het is niet alleen voor ons belangrijk, maar voor de hele wereld is het belangrijk. Ook voor de regio is het belangrijk. Ja. Vandaar in deze ACS is mangroven meegenomen. Omdat het verbindt. Het is een verbinding tussen allemaal. Als we nu weten van luister, misschien heeft Guyana is in de top nu, nieuwe techniek ontwikkeld. Ja. Kunnen we dat niet in feite hier gebruiken? Of Jamaica bijvoorbeeld is ook heel ver in beschermen daarvan. Misschien moeten we daarvan leren. Het is een verbinding tussen ons. Ja. En we kunnen met elkaar leren in feite en kijken hoe we kunnen doen. En misschien hebben zij zeggen van oké, we kunnen die van jou gebruiken. Op die manier kan je dus doorgaan en opschalen. En ook als een Caribbean community bijdrage leveren aan het verzachten van het klimaat. En ja, dat is waar we naartoe gaan moeten gaan. Dus het is een verbinding tussen ons allemaal en we moeten daarvan goed gebruik van maken. Er is dus ook financiële middelen beschikbaar. Mm-hmm. We weten, mangroven heeft te maken met mitigatie, dus vastleggen van CO2, maar ook adaptatie, ja, dus bescherming, aanpassing. En daarvoor zijn ook fondsen in het klimaatconventie beschikbaar. Dus als er technieken zijn die duidelijk naartoe werken en als er landen zijn die bij elkaar kunnen komen en zeggen van luister, dit is een gemeenschappelijk probleem, dan is het makkelijker waarschijnlijk om aan het geld te komen. En dan hoef je dus niet te lenen, maar dan krijg je daarvoor. Maar dus, er moeten dus wat, we moeten heel veel praten om te komen tot een besluit, een stappenplan, een roadmap, zodat je weet over 2 jaar, over 3 jaar, over 5 jaar waar we staan en hoe ver we komen. Dat je een zicht hebt op. Want het is niet voor de ene regering en de andere regering niet. Het gaat dwars door alle regeringen heen. Het heeft te maken met onze kust, heeft te maken met onze toekomst, heeft te maken met hoe je aanpakt klimaat, heeft te maken met Sustainable Development Goals, met heel veel te maken. Dus ik denk dat mangroven op zich al een heel belangrijk element is. Het is aan de kust, het beschermt ons, geeft ons voedsel en daar wonen heel veel mensen. Dus we kunnen het niet nalaten om te verliezen en dan dijken te beginnen te bouwen. Ja. Ik weet niet waar we dan terechtkomen. Ja. Dus laten we daar voorlopig niet beginnen, omdat er mogelijkheden bestaan om anders te gaan doen. Laten we de natuur een kans geven. Ja, de natuur, laten we de natuur beschermen. Laten we met de natuur meewerken. Ja. De natuur, je hoeft de natuur geen kans te geven. Als je met de natuur niet werkt, dan krijg je dus wel op je dak. Ja. Ja. Oh, dank u wel, professor, voor het delen van uw inzichten met ons. En succes verder met uw werk. Dank u wel.